En wat doet Rijka? Ja. Aan het donderjaar. Ja? Dan zien jullie ongeveer het verschil. Een hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer donderdag. Wel de 8e april. En het is 10:56. Ik ga zo meteen snel met de handjes even uit. Want om 11:45 kan er een zekere Wendy komen. Want vandaag is Astrid jarig. Dus die was de hele week al vrij. En die heeft vandaag een feestje. Dus ja, daarom is het blij. Dus ja, ik zal er straks ook bellen om me te feliciteren, et cetera. Gisteren heb ik trouwens niet gevlogd, want ik was er te ziek voor. Ja, krande hoofdpijn, misselijk beroerd. Ik ben nog niet helemaal in orde. Nee, maar ja, dat zal ook nog een tijdje blijven. Ik kom mede door mijn rug. Dat begint al wel gelukkig te zakken. Daar ben ik wel blij mee. Maar ja... Ik ben nog suf en moe, moe, moe en nog eens moe. Maar dat maakt de pret niet uit, want wij zingen gewoon vrolijk door. Ja hoor, het liedje is nog lang niet uit bij mij, echt niet. Maar ik wens jullie wel een hartelijk welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ze zijn allemaal binnen. Enkel Rijka die is, nou ja, dwars. Echt dwars. Wilt niet luisteren. En daarin tegen Elwin wel. Ja. Gisteren heb ik voor het eerst even wat gedaan bij haar. Want er werd mij verteld. Tuigje om is voor haar werken. Dan gaat ze trekken en dan gaat ze wild rennen. Nou, ik heb een tuigje om gehad. Trekken? Wat is dat? Nee hoor. Had ze ook de halsband om even goed. Ik had er eerst een halsband gekoppeld. Net als bij Rijka heb ik ook een halsband gekoppeld, maar ook de tuigje om. Dat doe ik gewoon uit voorzorg. Mocht ik ze het water in willen doen, dan kan ik Rijka sowieso er weer uittrekken. Want die houdt niet van water, maar het is wel goed voor haar. Ook als we ze vlooien hebben. Vlooien die vliegen er dan al als bosjes er vanaf, laat me zeggen. Maar ze hebben beide geen vlooien. Nog niet, laat ik het zo zeggen. Maar het niet eens kan nog komen. Maar in ieder geval, Elwing daarentegen. Ja, die loopt er zelf wel in, weet je. Maar het is altijd makkelijker als we ze ook een tuigje om hebben. En gisteravond. Tenminste, vanaf ja, gisteravond, ik rond een uur of 12 ging ik met ze lopen al vannacht. En toen op een gegeven moment deed het zo goed bij de brug heb ik de halsband toen afgedaan. Want ik had er aan de tuigje gekoppeld en niet aan de halsband. Dus deze is zo goed. Ik doe je halsband af, kijken of je dat merkt. En alert zijn tegen mij op mij van ben je er nog? Ja, ik ben er nog wel. Ben jij er nog? Helemaal echt heel lief en zo ja, geen woorden voor hoe die doet. Ja, zo geweldig lief. En Rijka daarentegen, dat kan ook een lievertje zijn, dat kan ook een schatje zijn, maar bij tijd en wijlen, nou, nu ook, Elwin wil slapen op de bank. En wat doet Rijka? Ja, aan het donderjaar. Wat doen we allemaal? Kijk, in de oren snuppelen. Ja, en wat jullie misschien horen, dat is mijn computer. De ene keer maakt hij herrie en de andere keer niet. Ja, ik weet niet wat dat ding heeft.
Ja, hij is vol. Ik moet weer wat overladen ook op mijn externe harde schijf. Maar ik ben bang dat ik dan weer wat verkeerd doe, weet je. Ik heb het al één keer verknoeid en toen kon Roderick het weer goed krijgen. Ik heb daar geen stand van. Al is het nog zo. Ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Doe het met een lach. Geef iedereen een hand. Geef iedereen een knuffel. En ja, kom op, wakker worden. Ja, kom maar op. We gaan gewoon lekker door met ons leventje. En, want het duurt maar eventjes. Hè. Ja, het leven is maar kort, dus daar moet je gewoon van genieten. Dus ik ga met mijn hondjes lopen. Kijken hoe het buiten is. Ik zie het nog wel waaien, want ik zie de struik van mij nog heen en weer gaan, et cetera. En het is bewolkt. Ook dat. Maar komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, hou vol goede moed. En tot later. Ik zou zeggen, tot dan. Doei. Ja, lieve vrienden, dan ben ik weer terug van weg geweest. Er is alweer veel gedaan. Daar is er ook een zorg is geweest. Karin met een K is geweest, mijn begeleidster. En ja, je ziet me met een tas op schoot staan. Helemaal propvol. Maar ja, propvol, ja. Er kan nog wel wat bij, maar ik dacht dat ik nog genoeg had gehaald voor de hondjes. Ja, ik begin. Wat het kost, ik weet het niet meer. Ik heb betaald. En het ging allemaal zo snel, want ik weet niet eens wat ik totaal kwijt was. Maar dat doet er niet toe. In ieder geval, dat was één. Twee mij. Deze is Rijka. Dat is klein. En dan heb ik er eentje. Is van Elwing. Die is groot. Ja, dan zien jullie ongeveer het verschil. Daar maar even neerleggen. Dan heb ik... Ja, ze hadden geen konijnenoren meer, dus dan neem je maar runderoren. Van een rund. En... Wat hadden jullie gisteren? Oeh, staat er hier op de achterste pootjes. Rijka! Dan hebben we die nog. Dus ja, dat is een kilo. Ja. Dus, kan die andere troep weg? Die lege zakken. Ja, en konijnoren hadden ze niet meer. Nee, ik kwam ook niet meer. Hadden dat die het over. Dus ja, die zal wachten. Dus, dan kan ik dit opruimen. Dan moet ik eventjes denken, wat zal ik ze geven? Want als ik de bullepees geef, moet ik opletten met Rijka dat Elwing dat van Rijka niet oppakt. Ja? Maar ik geloof dat ik er wel eens mee begin. Hebben ze wat te doen? Ja. Ik had er toen maar één. En die heeft mijn moeite en pijn doorgezaagd met een scherp mes vanwege Rijka. Ik had toen alleen een Rijka nog. En dat ding was verdrieken me nog veel malen langer dan dat Rijka lang was. Nou ja, nou valt het wel mee. Hé, wat is dat? Wat is dat? Ja, jullie krijgen zo geen tas uit mijn bruin. Daar zit niks meer in, die is leeg. Kijk maar. Er zit niks meer in. Helemaal niks. God, Dikkie. Die is allemaal voor jullie. Ah, is allemaal voor jullie, hè? Oh. Is het allemaal voor jullie? Ja. Nou, dan gaan we kijken of we dat hierop in. En er zit nog steeds wat in. Die kan weggegooid, meer verwacht. Want deze kan weg. En zo. Dek ze weer even op. Dek zo. Die ging eraf. Zo. Dan heb ik nog wat.
Kijk, ik had nog wat. En dat is een konijnenoor, maar er zit er nog maar één in. Dus die bewaar ik. Als ik Elwin dan een runderoor geef, krijg Rijka die nog. Ja, toch? Ja. Ik vind het een goed idee. Een goed plan. Ik heb daar ook geschaard. Neem jullie even mee naar de salontafel. Kom maar. Komt u maar. Ga op de bank. Wacht, hè. Ik moet eerst een schaar hebben, anders krijg ik het niet open. Nee, ga zitten op de bank. Ga eens op de bank. Wachten. Ook jij op de bank? Krijg ik ook een pootje. Ga eens mooi zitten. Zitten. Goed zo. Pootje. Goed zo. En die duikt ermee de mond in. Ja, hoe moet dat, hè? Hoe moet dat? En er wil er nog één in ook. Potverdekie. Hoi, man. Lekker, hè, wijfie. Potverdekie. Is je lekker? Lekker, meisje. Geweldig. Heerlijk. Nou ja, dan doet je toch goed dat ze dan zo ervan genieten, hè? Even schuim maar weer opruimen. Ja, man. Ik kan niet alles tegelijk. Dat gaat het er nog niet worden. Ja, je wacht maar even. Ja. En dan moet ik morgen nog even, misschien ook nog straks, ik weet het nog niet. Ik moet eerst bijkomen en een bakje koffie. Ik heb wel de booster opgeruimd, maar eigenlijk had ik ook nog meer boodschappen moeten doen bij de vomer. Maar, echt, stop. Oh, nou. Dag, ga maar. Nou ja, die heeft daar ook nog wat eten staan. Dus ja, die kan daar nog genieten. Zo, en ik ga genieten van een bakje koffie. Dat ga ik doen. En zie waar ik dat spul kan laten. Dat moet even ergens geïnstalleerd worden. Ja. Maar dat komt goed. Ja, dat komt allemaal goed. Dan moeten jullie weer staan. Zo. Die kan de kast in, want dat duurt nog wel even voordat ze aan die zijn. Dan leg ik deze hier alweer in neer. Gaat in deze kast. Dat is voor een slikje tussendoor en dan gaat dat de kast in. Wil jij de koelkast open doen? Hup. Nou, wil dat? Ja, moet wel. Zo, dat is. Kan dat de kast in? Moet ik een kleine doosje hebben? Kom op. Hup, open. Nou, één zakje uit. En die kan ook. En dan moet ik een grote doos hebben. En dan haal ik ook één zakje uit. Zo. En denk je bij jezelf, wat doet ze daar dan mee? Die dozen gaan de kast in, die grote zakken gaan de kast in. En deze zakjes, makkelijk,
om bij de hand te hebben, ga ik hier al in. Hier bovenop ook de koekjes. Zo. Nee, is dat ook opgeruimd? Genoeg. Ja toch? Horse is koud. Ik hoop dat jullie het horen. Dat is dus Elwing, hè? Zoals we met nog aan toe. Rijka legt ze mee op de bank. Heerlijk. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ervan en maak er wat van. Ik zeg tot later. Doei.